Drie jaar en drie maanden na het ongeluk waarbij de vierjarige Maurici om het leven kwam, begint maandag de rechtszaak tegen betrokkenen. De Peuter bezocht met de kinderopvang de speelhal Happy Days in Grote Broek en viel van een speeltoestel af. Maurici liep daarbij hoofdletsel op en overleed kort tijd later in het ziekenhuis. Ja, ik mis uh, uh, mijn zoon elke dag. Het openbaar ministerie vervolgt de speelhal, twee medewerkers en een werknemer van de kinderopvang op verdenking van dood door schuld. Uit onderzoek is gebleken dat Maurici te jong was om op het toestel te spelen, dat het toestel niet goedgekeurd was en dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen werden. We willen een verhaal van mensen in Holland. Wacht voor je kinderen. Want we weten dat er in Holland nog steeds veel dingen zijn. Veel, veel dingen. En we hebben proef en evidence voor dat. Maandag start in Haarlem de rechtszaak tegen betrokkenen.